Welkom. Vandaag laat ik je zien hoe je Discover-rapporten naar Blitzreport kunt migreren. Het migratieproces wordt beschreven in een van de Discover-rapporten in onze bibliotheek. Dus we gaan naar het rapportgedeelte, dan naar de Discover-categorie en naar het rapport genaamd DRS Workbook Export Script. En hier hebben we in de beschrijving de verschillende migratiestappen opgezomd. De eerste stap zou zijn om het rapport uit te voeren om een lijst met exportopdrachten te genereren. En deze exportopdrachten worden gebruikt door Discoverer administrator om de werkboekdefinities om te zetten in een XML-formaat in verschillende EX-bestanden. En dan, zodra we al deze EX-bestanden hebben gemaakt, zouden we een zip-bestand voor allemaal maken en dat zip-bestand uploaden naar de Blitzreport-applicatie. En dan zouden we starten met het Blitzreport Discoverer Import Concount-programma. Dus laten we de eerste stap beginnen en dit rapport uitvoeren. Dus in BlitzReport zouden we naar dit rapport navigeren, DAS, eh, werkbladen, workbook export script. En hier hebben we een parameter die bepaalt welke werkboeken we willen overwegen. Of welke datumbereik van werkboeken we zouden willen overwegen. Bij je migratie zou je niet alles willen migreren, alle werkboeken, en je alleen richten op de recent actieve. En om die reden hebben we een datenbereikparameter om alleen de werkboeken te migreren die binnen een bepaald tijdsbestek zijn geopend. Een typische waarde zou zoiets zijn als 600 dagen bijvoorbeeld. Maar in deze test wil ik alles migreren omdat er in dit testsysteem zeer oude data zit. En om die reden kies ik voor 1 januari 2004. Dus we zouden dit rapport hier uitvoeren. En het rapport genereert een lijst van werkboeken die we willen exporteren. In totaal hebben we 311 werkboeken en één rij is één exportopdracht. En deze exportopdrachten moeten worden uitgevoerd op een Windows-machine in een opdrachtpromptvenster. Om de Discover Administrator uitvoerbare te openen. En we zouden eerst een map maken waarin we... Um, deze opdrachten willen uitvoeren. Laten we een map maken, een genaamd DiscoTest. En dan naar die map navigeren. En ook hier. Navigeren naar de map. En nu kunnen we deze opdrachten kopiëren en plakken. Voor deze test voer ik het nu niet uit, voor alle 3 en 11, omdat dat even zal duren. Laat me het voor 30 records tegelijk uitvoeren. Dus je kunt deze opdrachten kopiëren en plakken in de opdrachtprompt en dan wordt de discover administrator uitvoerbaar gestart om deze XML-bestanden te genereren. Terwijl het proces nog loopt, zie je het in taakbeheer hier en je ziet ook als je naar die map gaat dat de X-bestanden worden aangemaakt, maar ze hebben nog steeds een grootte van nul. En pas na enige tijd, wanneer het proces is voltooid, zie je de echte grootte van deze bestanden. En terwijl het draait, is het nog steeds nul. Dus laten we het laten draaien en ondertussen wat van de analyserapporten laten zien die we hebben in Blitzreport, om je historische Discoverer gebruik te begrijpen. Het populairste analyserapport dat we hebben heet Das Worksheet Execution History. En um, dit rapport um, toont uh, het historische gebruik van je Discoverer rapporten. Laat me het gewoon even uitvoeren. Dus het toont één rij voor elke historische discoverer-uitvoering. Het heeft een kolom voor de werkboeken en voor de werkbladen en de gebruiker die die heeft uitgevoerd. En dan toont het ook meer gedetailleerde data. Bijvoorbeeld hoe lang het rapport duurde, hoeveel rijen werden geretourneerd en vooral ook welke mappen en welke gegevens werden geopend. Dus verder naar rechts heb je hier kolommen voor de mappen map identificaties of voor de tabellen en dan kun je bijvoorbeeld zien welke voorbeelden kunnen we bekijken deze hier dus hier hebben we twee verschillende mappen die geopend zijn de ene heet sollicitaties en de andere de vacatures en dat was de data die deze werkmap gebruikte omdat de migratie naar blitzreport op een manier werkt dat het automatisch vergelijkbare werkboeken en werkbladen combineert tot slechts enkele rapporten zodat je minder onderhoud hebt in Blitzreport. En je hebt hier extra bladen in de werkmap, rapport ook. Dus het laatste blad um, toont al je actieve gebruikers en het aantal werkboekuitvoeringen in de tijdspannen die je bekijkt. En dan heb je een blad dat de populairste werkboeken en werkbladen toont. Dus hier was de populairste, de trainingssuccesanalyse, en dit zijn de verschillende bladen en hun uitvoeringsaantal. En uh, de manier waarop de migratie werkt, is door verschillende werkboeken en werkbladen te combineren in enkele blitsrapporten als ze dezelfde onderliggende data of onderliggende mappen gebruiken. En dat wordt op dit blad getoond. Dus laat me de grootte een beetje verkleinen. Dus om een voorbeeld te geven, op de bovenste rij hier was er een map genaamd de geplande de trainingsevenementen. En die map werd geopend door vijf verschillende werkboek- en werkbladcombinaties. Dus na de blitzreport migratie, of migratie naar blitzreport, zouden we slechts één enkel blitzreport hebben gemaakt en vijf verschillende layout-templates. Zo werkt de migratie. Dus laten we eens kijken naar de voortgang ondertussen van onze export. Dus je ziet al deze bestanden. Ze hebben ondertussen een niet-nul-grootte. Dat betekent dat het proces is voltooid. We kunnen dat ook valideren. Als we de logbestanden proberen te verwijderen, omdat we ze toch niet nodig hebben, en als we ze allemaal op deze manier kunnen verwijderen, betekent dat dat alle processen inmiddels zijn voltooid. Omdat als het proces nog actief zou zijn, we een foutmelding zouden zien waarin staat, oh je kunt dit bestand niet verwijderen omdat het nog in gebruik is. Oké, okay, we hebben al die 30 bestanden, maar voor deze test wilde ik de export uitvoeren voor alle 3.011 werkboeken en niet alleen voor deze 30. En daarom heb ik de export eerder al voorbereid voor alle 3.11 die zich in deze map bevinden. 3.11 werkboeken. En we zouden nu een zipbestand voor allemaal maken. En we noemen het werkboeken. En dat zipbestand wordt nu geïmporteerd in Blitz Reports. Je zou naar het instellingenscherm gaan, de tools, importeren en dan de XML upload kiezen. En dan kun je het bestand... Selecteren dat we hebben gemaakt. Oké, okay, het is geüpload. En nu is het geladen in staging tabellen. En deze stap kan een paar momenten duren. Vooral als je duizenden werkboeken hebt, dan kan het een paar minuten duren. Maar nu hebben we er slechts 3,5, dus het zou niet zo lang moeten duren. Laten we kijken. Oké, okay, we hebben het bericht dat um, 311 werkboeken uh, succesvol zijn geüpload en dat betekent dat we klaar zijn om het discover import proces te draaien en dat is een gelijktijdig programma genaamd blitz en hier hebben we ook een datum parameter die de eerste van januari 2004 zou zijn en we hebben ook een parameter om het aangemaakte rapport een bepaalde naam te geven als voorvoegsel dus laten we zeggen ads10 en dat is belangrijk zodat je gemakkelijk je geïmporteerde rapporten kunt onderscheiden van onze standaard ingebouwde rapporten, die bijvoorbeeld uit de doos komen met het splitsrapport. Oké, okay. dus nu draait het proces. En terwijl dit draait, laat ik je um, enkele van de validatierapporten zien. Dus we hebben een rapport dat de voortgang van de import uh, laat zien. Dat wordt DAS Workbook uh, Import Validatie genoemd. Dus dat is om uh, de werkboeken en werkbladen. Die je wilt importeren, te reconciliëren met de resultaten van de aangemaakte blitsrapporten. Dus de output ziet er zo uit: je hebt één rij voor elk werkboek en werkblad, die geselecteerd waren voor de migratie, en dan heb je ook de statistieken van het aantal uitvoeringen. Dus bijvoorbeeld deze, de gemiddelde Veko-prijsgeschiedenis, blad nummer 1, werd 16 keer uitgevoerd en de laatste activiteit was op 7 december 2005, omdat dit een heel oud testsysteem is. En verder naar rechts hebben we kolommen voor de voortgang van de migratie. De eerste kolom hier wordt EX geüpload genoemd, dus dat toont ofwel leeg of ja. Dat betekent dat als we in dit geval alleen ja hebben, dat we alle werkboek EX-bestanden eh, succesvol hebben geüpload, dus ze waren allemaal opgenomen in een zip-bestand. Als er iets ontbrak, zou je hier lege plekken zien. En dan de eerste verwerkingstap um, wordt flattening genoemd. En het aantal verwerkte records wordt hier getoond. Dus nadat dat is voltooid, zouden we al deze lege records gevuld moeten zien met de aantallen van de telling. Dus laten we het opnieuw draaien om de voortgang te zien. Dus we hebben, oké, okay, dus nu hebben we al deze gevuld en we hebben ook al rapportnamen. Dus verder naar rechts hebben we de Blitzrapportnamen in kolom M en dan in kolom N hebben we de aangemaakte template-naam. Omdat één werkboek-werkblad-combinatie wordt omgezet als één template in Blitzrapport, maar ze kunnen in hetzelfde rapport eindigen als ze dezelfde onderliggende objecten of mappen gebruiken. Dus zo werkt de migratie. En dat betekent, omdat we nu deze rapportnamen hebben gemaakt, dat we ze al in Blitzreport zouden moeten zien. Al deze rapporten uh, worden in deze categorie aangemaakt. Maar deze categorie telling wordt alleen ververst op het moment dat je het formulier opent. Dus laten we het gewoon sluiten en opnieuw openen. En dan zouden we deze rapporten nu in een categorie genaamd Discoverer moeten zien. Dus je ziet hier dat we deze geïmporteerde rapporten hebben. En omdat het nog steeds draait werd 66 weergegeven, maar de lijst met waarden heeft ondertussen 74, omdat het nog steeds draait. Dus we kunnen zien of we dit rapport uh, of we een van de rapporten kunnen uitvoeren en de resultaten kunnen bekijken. Oké, okay. uh, dus dit is hoe de migratie werkt en laten we kijken of we meer voorbeelden hebben, want de Blitz Report Migratie houdt ook rekening met meer geavanceerde uh, werkblad-layouts, bijvoorbeeld als er een crosstab layout in Discoverer is, dan wordt deze gemigreerd als een draaitable in BlitzReport. Dus laten we deze als voorbeeld uitvoeren. En dit is ook interessant om te zien. Dus in feite hebben we hier een uh, rapport genaamd uh, Salaris werknemer actueel. Dus dat is de map. En dan hebben we vier verschillende schablonen. Dat betekent dat we in deze cover vier verschillende werkboek-werkblad-combinaties hadden. En een van de werkbladen was deze, haar salaris per jaar. En nu draait het. En deze had blijkbaar een crosstab-layout. En deze crosstab-layout uh, wordt dan omgezet als een draaitable in AS. Dus op het eerste blad heb je de gedetailleerde gegevens, het tweede blad is het pivoteren van de gegevens. En Zodra het proces is voltooid, hebben we een rapport dat ons toont validatie van de geïmporteerde SQL queries, en het wordt Blitzreport SQL validatie genoemd. We kunnen het uitvoeren voor deze cover-categorie, en dit is meer een technische uh, validatie om te controleren of alle gemigreerde SQL queries um, syntactisch correct zijn. En hier zien we al enkele foutmeldingen. Dus laten we eens kijken. We hebben twee tabbladen. Eén is het fouten We hebben 26 verschillende rapporten uh, die syntaxisproblemen hebben, maar dit wordt verwacht in ons testsysteem omdat dit testgegevens zijn. Het is niet erg consistent. Maar in jouw migratie zou je geen fouten moeten zien in deze validatie en de geldige op het tweede blad. Dus gelukkig hebben we hier veel meer geldige, 240 geldige rapporten en slechts ongeveer 26 die Problemen hadden. Ja, laten we nog een test doen om te zien wat meer voorbeelden. Dus nu hebben we ondertussen 323 verschillende records gemigreerd. En wat kunnen we nog meer draaien? Contractbesparingen bijvoorbeeld. En uh, we kunnen ook kijken naar het gelijktijdige verzoek. Laten we eerst wachten tot dit is afgerond. Deze is blijkbaar een groter bestand omdat het zo lang duurt. Laten we eens kijken. Oké, okay, ook hier hebben we de gegevens gepivot, dus het was weer een kruistabelindeling. En op het eerste blad hebben we de gedetailleerde gegevens. Laten we eens kijken hoeveel records. 78.000 records, dus daarom duurde het zo lang. Ja, dat is het. Dat is op heel hoog niveau het proces van het migreren van Discover-rapporten naar Blitzreport. Als je meer wilt weten over het proces of over Blitzreport in het algemeen, neem dan contact met ons op en we kunnen een gesprek organiseren.